Vlaams Belang is de enige partij die echt bezig is met onze toekomst. Gaan we ons over 10 jaar nog thuis voelen in ons eigen land? Voelen we ons nu nog wel thuis in ons eigen land? De enige manier om een toekomst te verzekeren voor onze kinderen is een radicale ommezwaai. En alleen het Vlaams Belang gaat voor die radicale ommezwaai. Wachtlijsten voor sociale woningen, positieve discriminatie bij de overheid en zelfs bij het openbaar vervoer. Overal krijgen vreemdelingen voorrang. Wij Vlamingen voelen ons steeds meer tweederangs burgers. Enkel het Vlaams Belang kiest voor het eigen volk eerst. En daarom kies ik voor het Vlaams Belang. Vrije meningsuiting is ons hoogste goed. De jongste tijd komt die echter meer en meer onder vuur te liggen. Verstikkende politieke correctheid, taboes, linkse praat, dat is niks voor mij. Ik wil kunnen zeggen waar het echt op staat. En daarom kies ik Vlaams Belang. Als jonge vrouw wordt het de dag van vandaag steeds gevaarlijker 's avonds laat over straat lopen. Moslimjongeren die je naroepen, nafluiten, hoer noemen of soms zelfs meer. Is dat nu die grote diversiteit waar wij voor moeten tekenen? Ik niet. En het Vlaams Belang ook niet. Binnen België is echte verandering onmogelijk. Als het van de Franstaligen afhangt, zal de onafhankelijkheid er nooit van komen. Daarom moeten we voor onze eigen toekomst de hefbomen zelf in handen hebben. Enkel het Vlaams Belang kiest resoluut voor een Vlaamse onafhankelijkheid.